En wat gaan we nu doen? Naar de wiskunde! Ja. En dan ga ik mijn wimpers laten doen. Waar komen baby's vandaan? Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. 9 uur is het sample sale van LA Sisters. Dus daar wacht ik op, want ik wil heel graag wat dingen bestellen. En ik ga dadelijk met mijn broertje naar de film. We gaan naar Dumbo. Ik ben er vorige week al geweest, maar ik denk dat Vince me ook heel leuk gaat vinden. Fuck my life. Er staat dat er te veel mensen op de website zitten. Oh my god. Godverdomme. Oh my god. Nou. Op mijn MacBook en op mijn telefoon wilt hij niet laden. Het is echt rot. Ik heb ondertussen mijn haar gefeind. Maar ik ben dus nu eindelijk op de website. En net was ik op mijn telefoon. Maar daarop laat hij dus niet alles. En ik kom er dus net achter dat er veel meer sale is dan dat ik op mijn telefoon kan zien. Dus ik wou eigenlijk net bestellen. En toen zag ik nog meer dingen op mijn laptop. Dus ja, dat ben ik nu even aan het doen. Ik weet niet wat Vince aan het uitspoken is. I don't trust him. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik schrok van jou. Ik heb deze dingen nu in mijn mandje. En bij elkaar is het maar 60 euro. Alleen ik heb alles in een maat L. Omdat ik heel bang ben dat ik dingen eerder niet past dan dat het te groot is. Dus ik ga gewoon het risico nemen. En als ik het echt niet pas, ja, jammer dan. Dus ja, ik ga dit even invullen, even betalen en dan ga ik naar de bios. Wij gaan nu naar Breda toe. Are you ready? Ja. Ja. Nou, dit wordt wat. Ik hoop dat ik ergens kan parkeren. Maar ik ga toch ook een keer naar bowlen? Ja, we gaan ook een keer bowlen, ja. Maar, ja, maar dat is ook hier vlakbij. Dat is gewoon. Wij zijn heel aangekomen in de parkeergarage. Want ik was bang omdat het 538 was dat ik daar niet heen kon. Maar het is gelukt. En wat gaan we nu doen? Naar de biscuit! Yeah. We gaan popcorn eten. Ja. Dat is ons ontbijt. Ja. We hebben gewoon heel de zaal voor ons alleen. Toch? Ja. Je hebt heel veel popcorn. Het ideale aan 's ochtends naar de bios gaan is dat het zo rustig is. Nu moet ik wel naar de wc. Oh, nu moet je wel. Weet je de weg? En we zijn weer thuis, want Vince kon zich niet echt gedragen. Hij zat heel de tijd te praten en dan wou hij de ene keer naar de wc. Toen werd hij naar huis, toen weer niet, toen weer wel. En ik, ja, op een gegeven moment zei ik tegen hem van, wil je verder kijken? Moet je wel stil zijn, kan je dat? Weet ik niet. Oké, dan gaan we naar huis toe. Maar de helft gezien, tenminste ik heb de film vorige week al gezien. Vond het wel jammer, maar hij is gewoon niet bekwaam om mee naar de film te nemen. Ik ga nu even geld pinnen en dan ga ik mijn wimpers laten doen. Ik heb echt veel zin mijn wimpers te laten doen. Ik vind het gewoon zo mooi en zo chill. Dus ik hoop dat ik het dikker ga bijhouden. Want ik heb het echt maar één keer gehad en daarna niet meer bijgehouden. Het is nu wel de bedoeling dat ik het bijgehouden. Maar ja, ik ga even pinnen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ik heb mijn wimpers laten doen. En oh, dit is zo. Ik heb niet echt goed licht hier al. Je ziet echt al helemaal die stickers nog zo zitten. Maar ik ben er echt super, super blij mee. Ze is er zo goed in. Echt bizar. En die zijn weer Mieke. Ja, daar ben ik dan. Speciaal voor Andy. En jou. Ja. Vet gezellig. Ja? Ik ben echt blij met mijn wimpers. Ik ga gewoon mijn make-up maar doen. Oké. En ik laat deze man wel zijn. It's a natural habit. Inderdaad. De game nerd. Nou, dat denk ik dus mooi niet. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Gisteren was het Koningsdag. En omdat wij eergisteren dus naar TikTok zijn gegaan, zijn we
hebben met Koningsdag eigenlijk helemaal niks uitgevoerd. We hebben de hele dag gewoon op bed gelegen, Netflix gekeken. En ja, we waren zo moe. We waren pas om 6:15 thuis. Een beetje uit het ritme. Het was wel echt super, super leuk. Ja, ik vond het ook gewoon genoeg. Ik had niet echt behoefte om met Koningsdag echt iets te doen. En nu is het zondag. Mike is werken. Ik ben nu gewoon weer thuis. Ik denk dat ik zo meteen even ga douchen. Even mijn haar wassen en zo. Ik weet echt niet wat ik ga doen vandaag. Ik hoop eigenlijk dat mijn nagels gedaan kunnen worden. Want ze zijn echt... Ze zien er niet meer uit. Oké, ik ga dit peel-off masker van Kruidvat. Dragonfruit ga ik opdoen. En daarna ga ik even douchen. Als klein meisje deed ik ook altijd van die gezichtsmaskers kopen. En dan met je vriendinnen ging je die opdoen. En dan koos je gewoon puur op kleur. In welke kleur je zin had. En ik deed altijd die felblauwe en die felroze. Ze verkopen die maskers nog steeds. Alleen, het is zoveel voordeliger om gewoon een fles te kopen. Maar ja, als kind deed dat gewoon puur omdat het er gewoon leuk uitzag. En keek je eigenlijk niet echt naar wat, waarvoor het bedoeld was. Zo. Fascinerend is dit. Ik ben klaar met douchen en ik ga jullie laten zien hoe ik mijn haar föhn. Vroeger stelde ik dus elke dag mijn haar. Omdat mijn eigen haarstructuur vind ik niet echt mooi. Dat is super slecht voor je haar. En mijn stiefzusje die doet de kapsopleiding en die ging een keer mijn haar knippen. Het was het geföhnd met föhn. En haar haar zit ook altijd mooi. Dus ik vroeg aan haar van hoe krijg je je haar lopen toch zo mooi? En toen vertelde zij mij dus over de krulföhn. En dat is Babyliss Pro. Ik weet even niet meer de echte naam ervan. Maar dit is hem. Ik heb hem van de Blokker site. Ik doe niet elke dag mijn haar föhnen. Maar ik doe meestal mijn haar wassen. Dan föhn ik het. En daar doe ik dan iets van 3 dagen mee. En meestal blijft het ook best wel lang mooi bij mijn haar. Nu doe ik er argenolie in. Van de Kruidvat. Het is niet super, super, super goed voor je haar natuurlijk. Maar het is al wel wat minder schadelijk dan stijlen. En het geeft toch wat meer volume. Protect spray erin spuiten. Ik ben geen kapper of haarstylist. Dit is gewoon hoe ik dit doe. Oké, dit gaat wel veel lawaai maken. Dat is wel een nadeel. Maar ik doe het zeg maar eerst zeg maar zo uitborstelen en föhnen. En daarna ga ik het zeg maar zo inrollen. En laat ik het even zo föhnen en dan blijft het als het goed is een beetje van die mooie slag, mooie krullen erin. Het eindresultaat. Meestal vind ik het mooist wanneer ik er een nacht mee heb geslapen. En dat de helft is uitgezakt. Dat vind ik meestal wel het mooiste. Waar komen baby's vandaan? Uit de buik. En hoe komt dat dan? Ik durf het niet. Durf je het niet? Probeer eens. Ik durf het bijna te zeggen. Bijna. Als iemand hier wordt krullen en dan in even de boven door in de buik komt en dan komt er gaan je buik dik worden en dan komt er een baby uit. Oh, dus als mensen heel hard krullen, dan gaat de buik heel dik worden en dan komt er een baby uit. Ja, dan moet je, dan komt er dit hier in. Okay. En dan komt een baby. Als je een baby eruit wil, dan moet je niet snijden. Wat wil je later worden? Hetzelfde als jou. Het hulpje van de kerstman. Het hulpje van de kerstman, ja. Wil je dat graag worden? Ja, want ik wil jij lief, dus daarom En als dat niet kan, wat zou je dan willen worden? Politie dan. Politie? Ja, dat kan. Maar ik ben niet zo goed in politie. Wat moet je doen als je politie bent? Een boef meenemen.
in de gevangenis doen, dat hij niet wegloopt. En de sleutel opdoen. Ja, oké. Okay. Goed verhaal. Ik weet alles van politie. Ik ga de vlog afsluiten en ik ga lekker naar bedje toe. En ja, dan zie ik jullie volgende keer weer.